Schipperfonds staat ervoor om mensen in beweging te krijgen. Wij geven donaties aan organisaties, sportverenigingen die mensen stimuleren om te gaan bewegen. Schiphol zelf is ook een knooppunt van bewegen. Mensen komen, mensen gaan. Dit past daar mooi in het verlengde daarvan. Maar bewegen is goed voor iedereen. Timo, Timo, jij mag inrooien. Ja, het G-team van Dios, dat zijn spelers met een lichte handicap. Dat kan geestelijk zijn of lichamelijk. Met het bedrag van Schipholfonds konden wij onze doelen realiseren. En dat was onder andere dit jeugdsportveld. En daarmee kunnen we dus een G-team laten trainen, onze eigen vereniging jeugdleden laten trainen. Ja, en dankzij dat Schipholfonds hebben we dit veld eigenlijk aan kunnen leggen. Anders hadden we dat als vereniging nooit kunnen betalen. Omdat deze tennisvereniging een prachtig initiatief heeft genomen. Die hebben namelijk 2 nieuwe tennisbanen aangelegd. Daardoor konden zij 150 nieuwe leden aannemen. En die tennisbanen die worden 's avonds verlicht met LED-verlichting. Dus duurzaam. Dus ze sparen energie. Ze zetten veel meer mensen in beweging. Nou, dat is 2 keer een voltreffer. Dus dat moesten wij belonen met €34.140. En we zijn er heel blij mee. Iedereen heeft hier vliegtuigen die overvliegen. Dus de banen hebben we dan ook als een soort gimmick de Polderbaan en de Zwanenburgbaan genoemd. En dat vonden we eigenlijk ook wel lachen. En dat vond Schipholfonds heel erg leuk.